lieve vrienden, het is alweer een zondagmiddag, 1:50. Tenminste op die klok, ik zal op mijn horloge kijken, die is wel beter. 13:54 en het is natuurlijk 19 mei. De dame en de kleine heer is binnen, waar de grote heer is, weet ik niet. Oh, die is buiten. Ja, ik ga aan de koffie en ik ga straks eventjes door het centrum heen tuffelen. Want ik heb iets nieuws gekregen van Karen en Roderick. Dat hoort bij Pokémon en dan kan ik bij mijn eigen huisje op een gegeven moment een Pokémon-stop krijgen. Ik wil weten of mij dat gaat lukken. Vooral voor de winterperiode is dat natuurlijk makkelijk. Dan hoef ik niet zo vaak het huis uit om Pokémon-ballen en items te krijgen. Met een eigen Pokémon-stop. Maar, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Want het is prachtig mooi weer. En het is niet koud, want de tuindeur die staat weer open. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en tot straks. Ja, lieve vrienden, ik zie er misschien wat verwaaid eruit. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, ik ben nog niet zo lang thuis. Ik heb het koud. Het is koud. Het is triest. Het is grijs. Het mooie weer is voorbij. Ja, en Frodo's staartje stond zo wat opzij. Want zo blij was hij dat hij weer, dat hij mij weer zag. Hè? Ja, nou. Hé. Hey. Ja. Hij was zo blij en zo gelukkig. En Kandolf, die is ook maar naar binnen gekomen. Want ook die vindt het koud. Ja, het is ook koud. Echt. Het is niet leuk meer. Maar het was wel even gezellig. Ja, ik heb op de Oude Rijkswerf geweest. Cape Holland. En er was zoveel drukte weer. Zo gezellig. Allemaal voor Pokémon jagen. Ja, het was community idee. Ja, hartstikke gezellig. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat boeit me ook niet. Ik ken geen Engels, dus ja. Maar het was echt gezellig. Ik heb een aantal nieuwe Pokémon's erbij. We hebben een raid gedaan. Ja, echt beren gezellig even. Maar in ieder geval, het is zo gemeen koud. Je zou haast denken, het is herfst. Zo koud is het. Ja, het snijdt je door alles heen. En dan ben je zomers gekleed en dan krijg je dit weer. Vanochtend was het zo mooi. Maar ja. In ieder geval, niks aan te doen. Ik ga een bakje koffie en een beker kupper soep. Ja, daar heb ik zin in. Kijk warm worden en daarna ga ik met de vaat bezig. Even dat in de vaatwasser doen. En de computer maar eens een keer opstarten. Dan ga ik daarmee aan het werk. En dan zullen we verder wel zien hoe het vandaag gaat. Visite krijg ik toch niet, dus ja. Lekker belangrijk. Of Mary moet onverwachts aan mijn deurtje komen. Maar dan moet ze toch eerst bij Anneke de poort op slot. Ik denk, komt toch niemand met dit weer. Dus, maar oké. Okay. Ik zou zeggen, geniet zelf maar van jullie eigen aanwezigheid. Je moet zelf het zonnetje zijn. Ja, wil je kunnen genieten, want dit is echt niks. Nee. Nou, ik zou zeggen, geniet van alles. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer laat. Het is, even zien, hoe laat leven we eigenlijk? Weet ik niet eens. Ja, 20:52. Ik moet mijn medicatie innemen voor mijn COPD. Nee, ja. Maar ik was laat met eten, dus dat komt allemaal wel goed. Dat zal ik zo meteen klaarzetten. En eerst even een bak koffie. En daarna neem ik het in. Het is hier nog steeds waardeloos weer. Triest, grijs. Het heeft niet geregend. Ja. Heel klein beetje gemiezerd even, maar dat was ook maar heel even. Voor de rest gaat alles goed, hier aan deze kant. Ik ben lekker bezig. En ook televisie kijken. Ja, gaat allemaal in één keer door. En ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne, liefdevolle avond. En God zegen uiteraard. En ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En denk er ook morgen wel weer gezond uit je bed zien te komen. En ik zou zeggen, geniet ervan. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.